en radiologen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, zijn bezig met een project om de aanschaf van een MRI-scanner van de grond te krijgen. Dit vertelt radioloog Iswardat Thakur, hoofd van de sectie radiologen bij de ziekeninstelling aan de redactie. De specialist zegt dat de noodzaak voor de aanschaf van een scanapparaat voor de gezondheidszorg bijzonder hoog is. Onze target is om het eind van het jaar, de CT-scanner operationeel te hebben. In het businessplan is met alles rekening gehouden. De investering, de terugvinding van de investering, de financiering, de continuïteit, rekening gehouden met een MRI-scanner die de ontwikkelingen in de medische wereld ook de komende 10 jaar bij kan benen. Dat is allemaal meegenomen. En in dat businessplan is ook meegenomen human capital. Thakur zegt dat het geen zin heeft om te investeren zonder geschikt personeel te hebben. De arts zegt dat Suriname gedreven en hoogopgeleide artsen nodig heeft om de technologie te bedienen. De MRI-scanner kan volgens Thakur beter ingezet worden om gericht met behandelingen te werken na analyse, omdat het niet gunstig is om alle soorten patiënten met een CT-scanner te onderzoeken. Vrijdag heeft het ziekenhuis een CT-scanner in gebruik genomen, het gebruik maken van röntgenstralingen. Dat allemaal wordt in de businessplan meegenomen, zodat je een succesvolle business kan doen, beginnen. Dus dat is de totale plan die we aan het... We zijn al vergevorderd. Er moeten nog details uitgewerkt worden, daarmee zijn we bezig. We hopen het zo... Het is van ons afhankelijk nu, wanneer we het voor de overheid brengen. Dat heeft de president ook al gezegd, dat heeft de minister van Volksgezondheid ook. Ze wachten op onze businessplan. Maar wij willen het één keer goed doen, zoals we met de CT's gaan hebben gedaan. Eén keer goed, dat we niet steeds aan het businessplan moeten gaan sleutelen. Thakur zegt dat het ziekenhuis nu afhankelijk is van privéklinieken die MRI-technologie aanbieden. De specialist zegt dat er momenteel ook radiologen en laboranten in de opleiding zijn die hard nodig zijn. Een MRI-scanner maakt door middel van geluidsgolven computerafbeeldingen van delen van het lichaam.